Ja, door de winst op Cambuur is ADO even uit de gevarenzone en nu 15e in de Eredivisie. We gaan over ADO praten met de aanvoerder van de ploeg, Danny Holla. Danny, hartelijk welkom. Ja. En ook ADO-watcher Jim van der Del is er natuurlijk weer bij. Danny, zowel tegen FC Twente, tegen AZ en dus nu ook tegen Cambuur tonen jullie een goede mentaliteit. Dan vragen wij ons af, waarom hebben we die mentaliteit niet sinds het begin van het seizoen gezien? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Sommige jongens moesten zich nog aanpassen. Als team zijn, moesten we ook nog aan elkaar wennen veel. En ja, het is altijd lastig te zeggen waar het aan ligt. En ja, je gaat dan een beetje in voetbaltermen praten dat soms in bepaalde fases in de wedstrijd de afstanden te groot waren. En ja, scoor je op het juiste moment, dan krijg je natuurlijk ook weer meer vertrouwen. Dan kan de wedstrijd ook weer anders uitvallen. En, ja, ik denk dat nu een paar wedstrijden allemaal iets beter in elkaar valt. En begrijp je dan ook het gevoel dat het lek zo langzamerhand boven aan het komen is? Nou ja, ik denk dat je wel altijd moet oppassen met dat soort uitspraken. Alleen, ja, je hebt nu wel gewonnen en je kan nu wel weer een beetje omhoog kijken. Dus natuurlijk staan we er nu wel wat positiever in dan een paar weken geleden. Jim, ja, niet te enthousiast worden bedunkt, want Cambuur stelde niet zoveel voor. Hè? Nee, Cambuur speelde niet zoals ze dat een week eerder tegen Feyenoord deden. Toen vond ik ze prima spelen. Maar ADO Den Haag is wat stabieler aan het worden. Dat zag je tegen Twente, door de strijd, hè, wat je net aangaf, tegen AZ. En ook nu tegen, in dit geval Cambuur, zag je gewoon heel erg dat de basis is terug. En vanuit die basis kan je volgens mij gaan spelen. En het is voor jou ideaal, althans, als ik even in voetbaltermen mag praten, dat Zuiverloon af en toe inschuift naar het middenveld. Dat geeft jou net iets meer lucht, heb ik het idee. Nou ja, deze wedstrijd tegen Cambuur nam wel heel veel risico door Zuiverloon eigenlijk iets voor de spits al te laten spelen. Dat hij eigenlijk sneller door zou stappen op mijn man en ik uiteindelijk de andere middenvelder op zou pakken. En ja, daar hebben we nu voor Cambuur tegen gekozen. Alleen tegen Twente ja, stonden we wel iets verdedigender en ja, nu pakt het voor ons wel heel goed uit. Goed, voordat we te tactisch gaan worden en niemand het meer kan volgen, gaan wij naar de reacties na afloop zaterdagavond in het Kyocera Stadion. Vooraf wordt die wedstrijd toch getypeerd door dood of de gladiolen of dat soort termen heb ik gehoord. En nou, zo voelde dat ook wel, want in deze competitie wint iedereen van iedereen. En als wij vandaag niet gewonnen hadden, dan bleven we 16e staan en loopt Cambuur nog bij je weg. Dus we hebben uitstekende zaken gedaan, maar met name de manier waarop stemt mij bijzonder tevreden. Want ik heb een ploeg gezien die vanaf de eerste seconde aan iedereen heeft laten zien dat er maar één ploeg was die wilde winnen. En dat waren wij. En dat hebben we gekoppeld aan strijdlust, aan passie, aan bij vlagen goed voetbal. Nou, en dan dwing je heel veel af. Een effectieve overwinning dus van ADO. Danny Holla, zou jij, ondanks dat het nu wel weer even wat lekkerder gaat, de clubleiding van ADO wel willen adviseren zich in de winterstop nog op welke linie dan ook te versterken? Nou ja, ik denk dat we al veel spelers dit seizoen erbij hebben gekregen. En ja, ik denk hoe de selectie nu is, dat we gewoon een goede selectie hebben. En ik hoop dat die ook intact blijft in de winterstop. En dan zou er in principe niemand bij hoeven. Nee, ook niet in de defensie? Nee, nou ja, je ziet Zuiverloon hebben we er dan bij gekregen. Die is wel multifunctioneel, die kan op meerdere posities spelen. En nou ja, Danny Bakker heeft er een paar wedstrijden gespeeld, heeft ook heel goed gedaan. Dus ja, altijd als er geen jongens zijn, dan staan er wel weer andere jongens op. En ik denk dat hoe de selectie nu is, dat het goed is. Kanon komt er nog bij straks. Ja, daarom. Die kan eventueel als linksback en centraal achterin. Ja. De laatste week is het veel gegaan over de positie van Mauri Steijn. Omdat de prestaties niet goed waren. Hoe hebben jullie dat ontvangen in de groep? Hoe is dat gegaan? Praten jullie daar veel over? De kritiek die er is. Ja, nou ja, zelf voel je dat natuurlijk ook wel. En ja, in voetballerij is het ook wel logisch dat als het niet zo goed gaat, dat er vaak naar de trainer wordt gekeken. Alleen, ja, ik denk, als ik naar het spel keek, gewoon vanaf het begin van het seizoen tot de laatste paar wedstrijden, dan was het gewoon van onze kant niet goed. En ik denk dat de taak van de trainer wel was om iedereen op scherp te zetten en de boel duidelijk neer te zetten. En op zich heeft hij dat, daar heeft hij ook zijn best in gedaan. En natuurlijk heeft hij daar ook ongetwijfeld zijn fout in gemaakt. Maar ik denk dat wij als groep, als spelersgroep, vooral naar onszelf moeten kijken en dat het begin van het seizoen eigenlijk niet goed liep. En jullie hebben op een bepaald punt ook met elkaar gesproken zonder de trainer. Is dat op initiatief van jou geweest? Want je bent de aanvoerder voor de duidelijkheid. Dat is eigenlijk initiatief van Nino Schaurier geweest. En die vroeg het zich af of het een goed idee was. En ja, eigenlijk was iedereen het daar wel mee eens, dus daarom hebben we dat gedaan. Wat komt daar dan uit? Wat is dan de conclusie van zo'n gesprek? We hebben afgelopen weken eigenlijk zoveel gesproken. En toen eigenlijk weer. Maar ja, toen hebben we wel even gewoon duidelijk aangegeven dat er wel iets moet veranderen. En
ja, dat we het seizoen niet zo verder kunnen laten lopen. En ik denk dat dat wel goed is geweest. Alleen, ja, wat ik zeg, we hebben ook zoveel gesproken de afgelopen tijd, dat je ook niet te veel moet gaan overdrijven om te vaak met elkaar te gaan zitten. Danny, vorig seizoen, in je eerste seizoen bij ADO, viel je op met een prettig spel. 11 treffers. Als ik dan nu kijk, in je eerste wedstrijden van dit seizoen, zie ik niet de Danny Holla van vorig seizoen. Je kan iets minder, naar mijn idee, je stempel drukken. Ben je het daarmee eens? Ja, dat vind ik ook voor mezelf. Eigenlijk vanaf het begin, ik denk dat ik eerst tegen PSV had ik voor mezelf wel een goed gevoel. Alleen de wedstrijd daarna heb ik ook niet fijn kunnen voetballen. En vond ik ook dat ik zelf, ik wil niet zeggen dat ik uit vorm was, alleen ik had nog niet het gevoel van vorig seizoen. En ik merk nu wel de laatste 4-5 wedstrijden dat het er wel weer langzamerhand aankomt. En begin van het seizoen, ik weet niet wat het was. Wat ik zeg, het liep allemaal even niet zoals vorig seizoen. En het is natuurlijk altijd moeilijker als het team dan ook niet loopt. Vind ik leuk om te zeggen van het liep eventjes niet als vorig seizoen. Hoeveel punten denk jij dat ADO had vorig jaar na 12 wedstrijden? Weet ik niet. Gevoelsmatig? Meer of minder dan nu? Meer, dat wel, ja. Veel meer? Ja, ik zou zeggen van wel, maar niet dus. 3 punten maar. Ja. 7 keer gelijk speelden jullie. Jullie wisten 3 keer te winnen en verloren 2 keer. 16 punten stonden daarmee in de middenmoot. En nu 13 punten en meer overwinningen. Daarom. Ik moet wel zeggen, het staat nu allemaal wel wat dichter bij elkaar. Alleen, we hebben ook nog een inhaalwedstrijd. Waar ik vind dat we die ook gewoon moeten winnen en 3 punten tegen moeten halen. Dus op zich. Natuurlijk, je staat nog wel onderin, alleen het staat allemaal zo dicht bij elkaar dat het ook heel snel kan veranderen. Kim, zaterdagavond na de overwinning op Cambuur, had jij nog even een weddenschap af te wikkelen? Ja, klopt, met Tom Beugelsdijk. Die zat een aantal weken geleden op de stoel van Danny Holla. Toen vroegen wij hem hoeveel punten ADO Den Haag zou gaan halen in de wedstrijd tegen Vitesse en Heerenveen. Toen zei Tom heel stoer, hè, dat vonden wij toen, 4 of meer. Nou ja, tegen Vitesse werd gewonnen. Heerenveen... Daar hebben we een kratje op bier opgezet. Bier stond er inderdaad op. Tegen Vitesse werd gewonnen. Heerenveen werd verschoven naar 4 december. En toen hebben we eigenlijk Cambuur aangewezen als alternatief. Ja, die wedstrijd werd gewonnen. Dus moest ik afgelopen zaterdag met een kistje bier Tom Beugelsdijk opzoeken. Tom, gefeliciteerd jongen. Dankjewel. Weddenschap verloren. Ja, lekker. 24 koude pijpies. Ja. Ja, die gaan we met z'n allen opdrinken. Nu gelijk? Ja, die gaat nu gelijk open. Neem hem dan, maak hem maar open dan. Nee, kan je dat niet met flesje... Hou vast hier. Doe jij even, praat jij even verder? Ja, is goed. Nou jongens, dit is Jim. Jim, toch? Jim of Jim? Jim. Neem hem lekker mee. Ja. Geniet met de jongens. Ik neem een slokje. Ik dacht, je trouwens geen bier dronk. Oh, is dit bier? Oh, nee, dat vind ik niks. Ja, laat hij je Beugelsdijk maar schuiven. Is het kratje opgegaan, Danny? Volgens mij waren er niet heel veel flesjes meer over. Het mag jou ook wel smaken, heb ik de indruk. Ja, het was ook extra lekker dat het van Jim kwam. Ja, dat kan me voorstellen. Dank je. Waar liggen jouw ambities nog? Je hebt jaren gespeeld bij FC Groningen, verhuurd geweest aan PEC Zwolle, aan VVV Venlo. Nu je tweede seizoen bij ADO. Wat wil je nog? Ik zou nog wel een keer op een hoger niveau willen spelen of in het buitenland. Alleen, ik ben daar eigenlijk nooit zo heel erg mee bezig en ook nooit zo heel erg bezig mee geweest. Omdat ik zoiets heb van, het komt vanzelf wel. En uiteindelijk, ik zal nu bij ADO daarna goed moeten presteren, wil die kans komen. En aan de andere kant, ik heb het hier ook heel goed naar mijn zin. En dat heb ik ook uitgesproken. Dus, Wat is je gedroomde land? Gedroomde competitie? Ja, dat heb ik eigenlijk niet. Nee? Ik heb niet een land of een competitie waar ik heel graag zou willen spelen. Dus ik zie het eigenlijk. Nou, blijf je verlengen hier trouwens? Eind van het seizoen loopt mijn contract af en de club heeft nog optiejaren. Dus het ligt ook aan de club. En als ze hem willen openbreken, zijn jullie er positief tegenover? Ja, tuurlijk. Want in principe, dat heb ik van tevoren afgesproken. En ik heb daar ook geen inspraak in. Het is gewoon een optiezijde van de clubkant. Dus. Maar als ze er dan nog een keer 2 jaar bij willen doen? Dat zou heel goed mogelijk kunnen zijn. Ik ben wel een type speler die, als ik ergens goed zit en het goed naar mijn zin heb, dan dat vind ik ook heel belangrijk. En ik voel zelf wel dat ik, natuurlijk zou ik nog wel een keer een stap hoger willen maken of bij een groter team of een grotere club willen spelen. En ik ben niet het type speler die veel wedstrijden op de bank moet zitten, want daar voel ik me gewoon niet prettig bij. Goed, tot slot. Jullie zijn als de selectie de afgelopen weken ook onder handen genomen door Francisco Elson, de basketballer, die als enige Nederlander ooit de NBA-titel wist te winnen. Wat heeft hij met jullie gedaan?
Ja, een dag voor de wedstrijd eigenlijk heeft hij na de training met ons gesproken. Of in ieder geval zijn verhaal verteld. Ja, wat hij er allemaal heeft voor moeten doen om de top te halen. En heeft dat oprecht geïnspireerd? Ja, en wat was dat, vraag ik me dan eigenlijk af. Ja, ik denk het wel. Nou ja, hij vertelde dat hij al heel jong zijn broer was verloren. En zijn broer had eigenlijk de droom om profbasketballer te worden. En daar is hij toen uiteindelijk voor gegaan. En daar heeft hij veel dingen voor opzij gezet. En ja, heeft hij ook uitgelegd dat het soms niet allemaal vanzelf gaat. En dat je er zelf ook hard voor moet werken. Danny Holla, bedankt voor je komst naar de studio van TV West. Graag tot de volgende keer. Je kan nu genieten van een paar vrije dagen. Want ga je nu nog oefenen deze week? Of volgens mij is er nog geen oefenwedstrijd. Dus ligt wel in de planning, benieuwd. Donderdagmiddag. Alleen de tegenstander is nog onbekend. Oké, iedereen mag zich nu opgeven om tegen ADO te oefenen. Ja hoor. Dankjewel voor je komst.